De eigenaar van twee tankstations in Tilburg is het zat om telkens overvallen te worden. Sinds dinsdag heeft hij in beide zaken een zogenoemde DNA-douche geïnstalleerd. Overvallers die met of zonder buit de deur uitlopen worden besproeid met uniek DNA-materiaal. De beveiligingsinstalleur legt de laatste hand op de DNA-douche bij het pompstation aan de Oerlense straat. Zo gauw de overvaller weg wil lopen, wordt hij beneveld met een vloeibare spray. Het nieuwe beveiligingsmiddel heeft voornamelijk een preventieve werking. Een overvaller gaat kijken voordat hij een pand gaat bezoeken van wat voor beveiligingsmaatregelen er zullen zitten. En het pand is bijvoorbeeld voorzien van camerabewaking en dan ook met een DNA-spray. Die zal dan zeer zeker normaal gesproken zeggen van daar wil ik eigenlijk niet naar binnen toe. Want als ik dat ga doen, dan zal er ook een grote kans zijn dat ik zichtbaar ben op de camera's. Maar ook zeker goed te traceren ben via de DNA-spray die om op dat moment is voorgespoten, zeg maar. De DNA-douche is een van de laatste nieuwe middelen om overvallen te ontmoedigen. Ook andere middelen zijn overwogen. Er zijn wel wat andere mogelijkheden, maar daar had ik geen aard mee. Dat zag ik ook niet zitten. Zo niet? Ja, of bouwtechnisch te ingewikkeld of te hoge kosten. Dan wordt het al vrij snel een bunker en dat willen we toch ook niet. We moeten toch nog wat vrijheid hebben en service kunnen geven. Ieder ondernemer met zo'n douche heeft zo zijn eigen unieke DNA-code. Als overvaller en ik word in één keer ondergespoten met spul, dan zou ik als eerste heel snel naar huis gaan en mezelf omkleden en douchen. Heeft dat zin? Dat heeft geen zin, want de spray die zal zich goed gaan hechten op kleding en huid. En een aantal wasbeurten zal er niet voorkomen, zeg maar, dat het niet zichtbaar is, want het wordt met een speciale lamp zichtbaar gemaakt. En dat blijft nog wel een enkele weken zitten, zeg maar. We hebben 8 overvallen gehad over 2 filialen in 5 jaar tijd. Dus er moest wel iets gebeuren. De stickers en posters die in de zaak hangen, moeten de potentiële daders afschrikken.